Goedemiddag, mijn naam is Rajab en vandaag ga ik samen met Sander de remvloeistof verwisselen. Eerst een klein beetje theorie over remvloeistof. Dat spul zit hier in dit reservoirtje en in de leiding naar de rem toe. En het zorgt er eigenlijk voor dat de druk die je uitoefent op je remhendel terechtkomt op de remblokjes die dan tegen de schijf drukken. De remvloeistof is er in verschillende uitvoeringen. Dat zijn DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1. Dat staat allemaal in het boekje dat bij je motor hoort. En daar is wel wat interessants over te vertellen. De DOT 3, de DOT 4 en de DOT 5.1, dat zijn hygroscopische vloeistoffen, want ze zijn gemaakt van glycol. Dat betekent dat dat vocht aantrekt. Daarom moet je die remvloeistof regelmatig vernieuwen, omdat die gedurende de levensduur steeds meer vocht aantrekt, waardoor het kookpunt steeds lager wordt. En dat kookpunt mag niet te laag worden, want door het remmen wordt de remvloeistof warm. De remblokjes geven namelijk de hitte van de schijf af aan de remvloeistof. We adviseren eigenlijk om de 2 jaar je remvloeistof te vervangen, want of je motor nou stilstaat of je rijdt ermee, hij trekt gewoon steeds meer water naar zich toe. Je hebt daarin één uitzondering, dat is de DOT 5.0. Die wordt vooral gebruikt in Harleys en Buells. Die is niet van glycol gemaakt, maar van siliconen. Dat betekent dat die geen water aantrekt, geen vocht aantrekt. En is dus niet hygroscopisch. En hoef je daarom om die reden ook niet te vervangen. Nou, bij de meeste motoren is het dus wel zo. Hygroscopisch, dus regelmatig vervangen. DOT 3 en DOT 4 kun je tegenwoordig vervangen door het modernere DOT 5.1. DOT 5.1 heeft een veel hoger kookpunt dan DOT 3 en DOT 4. Ter vergelijking, de DOT 5.1 heeft een kookpunt van 290 graden, terwijl de DOT 4 een kookpunt heeft van 230 graden. Nou is dat allemaal geen probleem, want de remmen worden meestal maar zo'n 150, 160 graden op zijn warmst. Maar als er vocht bij komt, dan wordt het kookpunt lager. Bij 3% vocht is het kookpunt van DOT 4 al gedaald op 150 graden. En het kookpunt van DOT 5.1 is dan nog steeds 190 graden. Dus reden genoeg om naar DOT 5.1 te upgraden als je toch gaat wisselen. Verder is het tijdens het wisselen heel handig om een speciale gereedschap ervoor te hebben. Namelijk zo'n vacuumpompje. Dat scheelt een hoop werk, maar het is niet per se noodzakelijk. Alleen je kunt veel sneller werken en dan is het echt een fluitje van een cent. Heb je dit niet, geen nood. Je kunt ook met het pompen van de rem en het open en dichtdraaien van de ontluchting je remmen ontluchten. Alleen, ja, je hebt er wat meer geduld voor nodig. Nou, dat was de inleiding. We gaan aan de slag. Ik ga Sander even roepen. Sander! Ja? Ah, daar was je. Zo, Sander, we gaan remvloeistof vervangen op 2 manieren. Ja. Met en zonder vacuumpomp. Eerst doen we zonder vacuumpomp. Ja. Kun jij even... Met z'n tweetjes doen. Ja, moet je met z'n tweeën doen? Ja, oké. Okay. Dat is het makkelijkste, ja. Kun je uitleggen wat we moeten doen? Ja. We gaan eerst het reservoir openmaken. Even een doekje onder voor het knoeien. De remvloeistof is nogal bijtend spul voor de lak. Dan kan de lak beschadigen. Ja. 2 schroefjes los. Vandaar dat die dekseltjes en langs de rand ook wel eens vaker een beetje aangetast lijken. Ja. Dat komt doordat die vloeistof zo agressief is. Een dekseltje en het rubbertje. Dan halen we het eraf. Dan mag jij de rempomp inknijpen. Dan zetten we... Eerst doen we zonder, toch? Dit is zonder, ja. Ja. Ik gebruik hem wel als overloopje. Het slangetje op de nippel. Nou, anders moet je er een slangetje met een... Met een potje. Met een potje of zo onder zetten. Een jampotje. Dus de remhendel is nu ingeknepen en dan draai ik deze open. Ja. En weer dit.
Nou, halen we dat. Dus nog... Nu mag ik de remmendel loslaten? Ja. Nou, weer ingrijpen. De regen weer open. Kan ik hem weer loslaten? Ja. En nog een keer. Kijk, als die dan open draait, dan gaat hij meteen ook... Ja, zie je? Dan is die druk eraf. En nog een keer. En dan ga je net zo lang mee door totdat de remvloeistof er helemaal uit is, of? Nee, het bakje mag niet droog komen te staan, mag niet leeg zijn. Oké. Ze moet een bodempje in dit reservoir blijven staan. Oké. En dan aanvullen met verse. Met verse remvloeistof. Ja. En dan? En dan door blijven gaan totdat het beneden mooi schoon. Dus de mooi schoon bedoel je de verse remvloeistof, die is helderder dan de oude remvloeistof. Leuk. En dan kijk je dus beneden, totdat gewoon de heldere vloeistof eruit komt. Ja. Oké. En in de basis is het gewoon veel, veel op neer, maar dat was het dan ook. Ja, dus dan als je bijgevuld hebt, blijf je het, dan knijp je door, maar hoe hoog moet je het gevuld hebben voordat je zegt van nou, het is nu genoeg? Gewoon tot aan het randje, zo vol mogelijk. Met aanvullen met versen? Ja. Ja. Zolang je niet te veel aan het sturen moet. Ja. Oké. Okay. Helder. Oké, okay, dan met vacuumpomp. Hoe werkt dat? Dat kan in principe in je eentje. Mm-hmm. Dan halen we eerst het reservoir boven leeg. Dat scheelt weer. Je haalt hem erin? Ja, erin houden en dan pompen. En nou is het belangrijk dat je niet meer in de pomp knijpt. De remhendel bedoel je? Ja. Anders komt er lucht in. Hoe doen we dit nu? Verse vloeistof in. Dan gaan we beneden weer verder. En de slang. En deze openzetten, klein stukje. Dan pompen. Moet ik boven tegelijk bijvullen? En als je het in de gaten kan houden, dat hij niet te leeg raakt. Nou, dat gaat goed. Hij is nu nog op een kwart. Moet ik er iets bij doen? Ja. Het begint nu wat helderder te worden. Dan draaien we nu pompen die dicht. Dat de remmen erbij komt. Dus als die helder wordt, draai je die eerst dicht dan? Ja. Ja. Ik kan de sleutel dicht, maar dat er wel vacuüm blijft. Mm-hmm. Er geen lucht bij komt. Dus die kant klaar. Doe dat aan de andere kant nog. Oh, je moet natuurlijk, je hebt dubbele schijf. Ja. Niet vergeten. Mooi is het. Moet je nog verder maar? Nog een kleurverschil inderdaad, hè? Ja, een beetje. Ja. Deze was nog redelijk vers, deze remvloeistof. Dus normaal is hij ietsje bruiner nog. Ja. Al nog lang, hoe lang die erin heeft gezeten. Tot zwart. Ja? Ja. Zwart, dan, hoe lang zit hij er dan in als hij zwart is? Ja, geen idee. Het kan lang zijn, of kan het niet heel wit worden. Zeg. Maar dan gaat die vloeistof dus echt verbranden. Ja. Oké.
Heb je nog spul in boven? Ja hoor. Slangetje er weer op. Open. En dan weer als het helder begint te worden, is het weer genoeg. Blijven pompen. Stukje dicht. En dat was hem. Stukje er weer op. Zo simpel is dat. Ik belangrijke taak hoor. Dan maken we het dekseltje en het rubbertje altijd nog even goed schoon. Wat maak je dat met schoon? Met het remrennen. Waarschijnlijk die aanslag nog met een borsteltje eraf halen. Mm-hmm. Dat is niet af. Zo, dan kan het weer in elkaar. Mooi. Is die vol genoeg? Klein stukje stuur draaien. Er nog een klein beetje bij. Ja. Zijn de merktekentjes dan er langs, hè? Maar goed, als je zo schuin staat, is dat natuurlijk lastig. Ja, dat is lastig inschatten. Ja. Een rubbertje erin. Dekseltje er weer op. En een schroefje er weer in. Een klein beetje kopervet op de schroefjes doen. Makkelijk voor de volgende keer. En maak je dit dekseltje ook nog een keertje schoon? Omdat je dit op als ik klaar ben, zo, nu komt er nog een klein beetje uit. Uh-huh. Dan maak ik hem nu nog een keertje schoon met een droog doekje. Niet met remreiniger? Nee. Nee. En dat was hem. Nou, kind doet de was, zou ik zeggen. Weer wat veel geleerd vandaag. Dankjewel, Sander. Absoluut. Bokau. Dat was remvloeistof verwisselen. Je ziet het, het is eigenlijk gewoon geen hogeschool, het is alleen wel een secuur werkje. Want het is wel de remmen. Dus kijk hem gerust nog een keer de video voordat je begint. En succes. Was al!